Het was een mooi weekend voor de Nederlandse hockeyvrouwen. Zaterdag wonnen ze voor eigen publiek opnieuw de wereldtitel. Met een aantal Brabantse speelsters in het winnende team. En Lidewij, jij bent er natuurlijk één van. Allereerst natuurlijk proficiat, hè? Dankjewel. En hoe hebben jullie het beleefd afgelopen weekend? Hoe was dat voor jou? Ja, het is altijd heel moeilijk om te stellen hoe het nou echt was. Maar het was gewoon zo... Ja, ik blijf maar zeggen, het was zo gaaf gewoon dat... We waren zo overtuigend en het was zo'n leuke groep en wat we daar hebben neergezet. Het is zo, zeker gewoon al die felicitaties van iedereen en de bewondering. Het is echt mooi om te horen. Maar leef je een beetje in een roes dan ook? Ja, nog steeds. Ja? Mijn stem ook nog. Je nagellak ook nog? Ja, mijn nagellak ook. Laat het even zien. Dit is oranje nagellak. Het was geluk nagellak, maar ja. Die is er een beetje afgegaan nu. Hij heeft ontzettend geluk gebracht, hè? Ja. Ja, want het leek er eventjes op alsof jij deze wedstrijd misschien wel helemaal niet zou meemaken. Wat was er aan de hand? Ja, ik heb anderhalf week voordat het toernooi begon heb ik mijn hand gebroken. En ja, je ziet het nog wel een beetje... Ik ben mijn knokkel kwijt. Oh ja, je bent de knokkel kwijt. Ja, daar kwam een bal op. Jeetje. Ja, en dat was net voor het toernooi gebeurd. En, maar wat gaat er dan door je heen? Want dan is het gewoon einde oefening, denk je. Eerst hoor je, ja, het is gebroken, maar we gaan nog proberen. Ik hoorde wel al vrij snel dat we alles op alles gingen zetten. Dus daar gooide ik dan maar alles op, al mijn hoop. Maar het is natuurlijk gewoon onwijs balen. Ja, maar had je er rekening mee gehouden dat je het niet mee zou maken? Of, of zit dat niet in het hoofd van de topsporter? Ja, nee, maar meer de angst. Niet, en dan wil je jezelf beschermen, want ik had dit gewoon niet willen missen. Ja, nee, natuurlijk niet. Iedereen heeft het gezien. Het was zo'n mooi evenement en dat wil je gewoon niet missen. En als je dan anderhalve week ervoor, terwijl je een heel jaar lang alles aan hebt gedaan om fit te zijn en goed te zijn op dat moment. En dan breek je hand, dat is gewoon onwijs balen. Je hebt uiteindelijk met een brace heb jij de wedstrijd gedaan, hè? Ja. En dat ging goed. Heb je er pijn aan gehad? Ja, wel een beetje, maar het was wel prima en het werd steeds minder. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, de dag van de finale, hoe ging dat? Je staat 's ochtends op en dan? Ja, dan gaan we altijd eerst gewoon rustig ontbijten. Voor wedstrijden gaan we altijd loswandelen. En daarna hebben we een bespreking gehad. Mm-hmm. En dan is het al heel snel weer tijd om te gaan lunchen. Ja, nou zat jij hier de vorige keer, dat was in 2013. Toen kwam je net terug uit Argentinië, hadden jullie de Hockey World League gewonnen. Toen vertelde jij dat je van tevoren altijd een boterham met pindakaas at en dat dat geluk bracht. Is dat iets wat door is gegaan? Ja, we hebben de Magic Pindakaas spot, noemen we het. En, het is ook echt een ding geworden. Ja, ik heb het met Willemijn Bos. Zij koopt de pot ook en zij neemt hem iedere keer mee. Dus eigenlijk voor mij is het best prima bijgeloofd. Ik hoef het alleen maar om mijn boterham te smeren en te eten. En het is echt één boterham met pindakaas voor iedere wedstrijd. En hij heeft geholpen. Ja. Maar die kun je natuurlijk nooit bezonder dan, of wel? Nee, zolang Willemijn Bos en ik samen nog spelen, dan zal zij die pot mee moeten nemen. Oh, we zien hier eventjes ondertussen nog die mooie doelpunten. Maartje Pauwma de eerste, Kim Lammers de tweede. Ja, geweldig om te zien, hè? Ja, super. Maar zit er nou ook meer druk op omdat dit in eigen land gespeeld wordt en omdat jullie al zo goed zijn, dat iedereen denkt ze doen het wel weer even? Ja, nee, ja, er zat heel veel druk op. Want iedereen zei, ja, die worden wel even wereldkampioen, maar dat worden we niet zo even. Daar hebben we echt een heel jaar lang heel veel dingen voor moeten doen en voor moeten laten. Maar ja, extra druk, er zat druk op, maar het was prima. Het was niet zo dat wij zeiden van, nou, hè, we zien het wel, we gaan kijken of we bij de eerste vier kunnen. Maar we zeiden ook allemaal, wij willen wereldkampioen worden. Klaar. Dus we hebben waarschijnlijk die druk ook zelf wel opgevoerd. Ja, maar nou moest je natuurlijk tegen Australië, die waren jullie al eerder tegengekomen. Toen waren jullie iets wat onzeker, maar nu stonden jullie toch vol overtuiging in de finale. Ben je dan banger als je die wedstrijd ingaat? Is dat spannender? Nee, de spanning viel bij mij heel erg mee en volgens mij bij meerdere. Ik was gewoon echt van overtuigd dat wij, natuurlijk weet je niet zeker, maar ik had zoveel vertrouwen in iedereen die om me heen stond. En gewoon in de hele ploeg, dat ik echt dacht, wij gaan het hier gewoon doen. Ja. Wij gaan niet voor 15.000 man in ons eigen land, gaan we dit echt niet weggeven. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, er werd flink gefeest achteraf ook, hè? Ja, zeker. Heel flink gefeest. Ja, het was een mooi feestje. We hebben daar ook nog wat beelden van. Tot hoe laat is het uiteindelijk doorgegaan bij jullie? Ik kwam om 17:15 de taxi uit. Oh. Dat is dan wel weer leuk. Dan wordt er ook echt gefeest inderdaad. Ja, geweldig. Zeker. En wat doen jullie dan? Blijf je dan met de hele club bij elkaar of zijn er mensen die je eraf haken? Oh ja, het is gewoon, we gaan met z'n allen zijn we naar eerst één kroeg gegaan, dan een andere. Ja. En toen is het gewoon wanneer je, dan langzaam haakt iedereen een beetje af. Ja, maar nou is het wel zo, kijk, dat is jullie pech. Jullie hebben best wel veel televisieaandacht gehad en iedereen is er wel mee bezig. Maar nou speelt ondertussen dat WK voetbal natuurlijk nog. Daar gaat ook heel veel aandacht naartoe. Nou zijn de spelers wel bezig met jullie?
Ja. Hè? We hebben een tweet gezien van Wesley Snijder. Wij volgen jullie ook, hartstikke leuk. Maar vind je dat dan vervelend of is dat frustrerend? Nee, ja, ik weet dat het zo is. En we hebben best wel veel aandacht gekregen voor dit WK. En ja, natuurlijk denk je, is het soms jammer. Maar hockey is gewoon een minder groot sport in Nederland. En ja. Die voetbalmannen hebben het ook echt gewoon onwijs goed gedaan. En zeker tegen iedereen. Niemand had het verwacht. Nee, inderdaad. En als laatste dan, de huldiging. Wanneer is die? En ja, worden jullie gehuldigd? Ja, volgens mij, ik heb het nog niks officieel gehoord. Van de manager de dag na, maar toen, dat noemen we maar iets minder officieel dan het worden. Volgens mij worden we woensdag Museumplein en donderdag in Den Haag nog. Oké, en dan aansluitend de wedstrijd of van tevoren? Ja, woensdag is het Museumplein waar de wedstrijd ook live wordt uitgezonden. Geweldig. En daarna gaan we de wedstrijd kijken. Weer klaar voor feest. Nou, even bijslapen dan in de tussentijd. Ja, ik ga daar weer lekker mijn bed in. Je hebt gelijk, dankjewel.